Ja, ja, super veel vis op de stek. In de buurt van de stek. Ook al vang ik nog niks natuurlijk. Ze zijn in de buurt, heb ik een idee. Dus wat ik nu aan het doen ben, is aan het voeren. Ik heb gisteren een kilo of zes gevoerd. Ik kreeg vanochtend een run. Dus nu is het stil. Dus nu wil ik toch bijvoeren. Er zijn wel vissen, op de dieptemeter zie je overal vissen. Weet je, dus dat... ook al vang ik nu niks, ik blijf nog twee nachten, dus... komt er goed. Er moet gewoon wat liggen voor als er veel vis komt. En daar ben ik nu mee bezig. Dus ik ga even voeren. Dan ga ik mijn hengeltje uitvaren. En dan zie ik jullie op de kant. Hieuw. Ook kleine vis op de dieptemeter. Ja, ik ben even mijn hengels aan het verversen. Want twee hengels lagen al met aas in van gisteren. Eén waar ik die vis op heb gevangen en die ander. Ja, het is nu wel tijd voor... vers aas. Want het is ondertussen alweer bijna avond. En maatjes erbij komen zitten. Die vis die kant op. Is toch nog wel gekomen iemand. En ik ga even mijn hengeltje doen. Even laten zien. Ik heb hier mijn hengeltje met een multirig. En een snowmannetje. Ik heb wat bolies in mijn zak. En ondertussen word ik helemaal gek van het piep van die dieptemeter. Joh. Ik weet niet wat dat is. Ik weet ook, ik ken hem niet zo goed natuurlijk. Dus ik weet niet hoe dat uit moet en hij blijft piepen. Maar goed, ik vaar naar mijn stek. Ik wil even kijken of er vis is. Ik ga even wat sneller, want laat ik dat aan jullie zien en dan varen we meteen even mijn hengels uit, toch? Want ik heb nog geen aanbeet gehad. Het is ook wel koud, we zitten vol in de wind daar en in de schaduw en het is best wel fris. Even gas erop. Kijk, we komen nu bij mijn stek aan. Ja, dit is gewoon vis. Dit zit denk ik een beetje aan die sensorstraal is schuin. En dat zit dan aan de zijkant. Maar goed, dit zijn gewoon vissen. Die toch in de buurt is. Ja, wat voor vis weet ik niet, maar... Ja, zit wel hier. Ik ga hier een hengeltje dumpen. Vrij simpel, richtje los. En dan doe ik hem aan die kant. Een beetje ondiep. Laten zakken. Even kijken of het allemaal met één hand kan. Nou, hengeltje ligt in. Dan heb ik een paar bolies in mijn zak. Hop. Ik voel het lekker verspreid weer. Een beetje super ondiep ook. En dan ga ik lekker terugvaren, want ik heb het idee, of roeien, want ik heb het idee dat die accu toch niet zo vol is. En dat ik straks in een probleem kom. Dus ik ga lekker mijn hengeltje terugroeien. En dan zie ik jullie straks met koken wel. Dus vol. Het is alweer al lang donker, joh. Ik ben helemaal vergeten te filmen eigenlijk. Ik had een beetje te oude hoeren. En, het is vroeg donker. Het is 7:15 en het lijkt wel middernacht. Maar goed, er is niks te vertellen eigenlijk. Hengels liggen in, geen kringetje te zien op de stek. En, ook geen springende karper, geen run gehad natuurlijk. Maar ik heb wel een goed gevoel. Ik denk, ja, weet je, er zijn gruwelijk veel strepen op die dieptemeter te zien. Ook dikke strepen in deze hele hoek. Er moet toch karpen tussen zitten, kan niet anders, joh. Wat moet er anders allemaal zijn? Waarom zit er zoveel dikke vis op de stek wat geen karpen is? Dus ik verwacht stiekem wel wat vis.
Nou, we gaan het meemaken. In ieder geval, ik zie jullie zodra het gebeurt. Joe. Ja, helemaal niks dus. Een stoutje gehad, geen piep, helemaal nul, niks. Nada en noppes. Dat is ook wel frisjes vannacht. Maar ja, goed, de slaap zat het wonder. Nee hoor, ik had eigenlijk wel stiekem vis verwacht. Ik weet niet waarom het zo slecht is eigenlijk. Ik snap het ook niet, want je ziet op de diepte meten duidelijk van alles, weet je. Of het moeten andere vissen zijn. Ja, wat de fuck zwemt er dan nog meer? Om snoeken en snoepbaarsen. Dus, dat lijkt me raar. In ieder geval, ligt lekker lui in de slaapzak, want ja. Valt niks te zien, ze springen niet echt, ze laten zich niet zien hier, die karp. Dat heb ik in een aantal sessies op dit water wel gezien. Eén keer een springende vis gezien en voor de rest helemaal niks. Dus, maar goed, was gisteren ook zo en toen ging die ook af. Dus ik heb eigenlijk stiekem een beetje hoop dat het tussen nu en een uurtje of zo eigenlijk wel kan gebeuren. Het moet gaan gebeuren, laat het zo zeggen, want anders ja, weet ik niet precies wat ik ga doen. Misschien dat ik nog even ergens anders ga voeren voor het laatste nachtje. Al denk ik door die hoge luchtdruk, het is echt niet echt carpy weer, weet je, hoge luchtdruk, oostwind vandaag, al staat er nu geen wind, weet je, dus ja. Ja, lastig toch? Maar we zien het wel eventjes. Ik ga even mijn bed uitkomen. En dan zie ik jullie later. Hele school witvis. Ik ben even een beetje aan het kijken wat er... want er gebeurt toch helemaal niks. Dus even zoeken naar vis. Ja, dit is witvis. Dit is al wat groter. Het is niet heel groot, misschien een brazenpie of zo. Ik ga eens even kijken of ik iets vets kan vinden. Ik ben nu op een voerstek. En kijk hier joh. Ja, dit zijn gewoon dikke vis hoor. Als je zag net die stipjes van die witvisjes. Er zit gewoon gruwelijk vis hier, maar er wordt toch niks gevangen. Ik snap er geen bal van. Je ziet ook geen vis, er is geen teken van leven. Maar op de dieptemeter, elke keer zit er grof vis. Ik ga even verder kijken. Nou, er was eigenlijk niet heel veel meer te vinden, behalve wat witvis. Wat ik ga doen is, ik laat de hengels gewoon... ik ga straks even eentje met de pup-up doen. Misschien valt dat wat meer op, ja, ik weet het ook niet. De rest laat ik het liggen. Ik ga ook niet bijvoeren, want ik heb het gevoel dat er gewoon niet zoveel vis in deze sector zit. En ja, zeg het maar, het is ook niet echt super chill vis weer hoor. Best hoge luchtdruk en een mooi rustig weer en ik hou er niet zo van eigenlijk. Maar goed, we gaan het gewoon uitzitten. En ik maak gewoon, ik trek de video gewoon door. Dan maak ik er één langere van. Want ja, het is een beetje, ja, als er niks gebeurt valt er ook niks te filmen, toch? Dus dat gaan we zo doen. Ja, voor de rest, afwachten denk ik dan maar. Een pupje erop doen, misschien één engeltje. Maar ik laat het nu even daar met de rust, want die dikke streep is toch volgens mij een flinke vis. Dan wil ik toch even uitzitten. Dus ik zie jullie later. Boet. Hengeltjes liggen opnieuw spot on. Maatjes weg. Ik heb even een tentje verplaatst, want die wind is gaan liggen. En ik vind dat. Ik heb liever mijn hengels voor mijn tent als zijwaarts. Maar ja, het goede nieuws is, we zagen een paar vissen springen. Niet op mijn stek, achter mijn stek, een stuk er vanaf. De eerste keer en de tweede keer wat dichterbij. Ja, ik heb het gevoel op de dieptemeter ook. Je ziet constant op de downscan gewoon dikke strepen, weet je. Het is niet. Het is gewoon vis, 100%. Maar ja, misschien een paar dikke snoek of zo. Ik weet het niet. In ieder geval zijn de karpers in de buurt op 100%. Dus ja, het is nu een kwestie van tijd, toch? Ik heb nog 24 uur. 22 uurtjes. Dus laat me komen. Er kan nog een hoop gebeuren in de tijd. Ik ga even lekker chillen. Want dat heb ik helemaal niet zoveel gedaan. Ik ben al de hele dag bezig. Mijn tent verdraaid, verplaatst en ook werk allemaal. Dus ik ga even lekker helemaal niks doen. Wat eten. En dan wachten tot die pieper gaat piepen. Dus tot zo. Joe. Vandaag maken we lekker simpel een bakje kipshawarma. Een kippendijvlees. En dan waarschijnlijk zit er shawarma kruiden overheen, toch? Op een broodje. Ik had pita broodjes, maar ik heb ook nog heel veel bolletjes over. Dus het wordt lekker op een bolletje.
Voor de rest, ja, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Ik zit echt uren te kijken vanaf een stoeltje hier naar mijn stek. Of ik wat zie springen voor de rest, maar niks. Na de noppers is echt, ik weet niet waarom het zo rustig is. Toch wel een beetje tegen, maar ja, wat doe je eraan toch? Gewoon uitzitten en het erge is, de luchtdruk is best wel hoog nu, 1020 of 1022. En morgenmiddag gaat die dalen langzaam, dus vet goed. Alleen morgenochtend moet ik naar huis. Dus ik mis dat, weet je, dat baal ik wel van. Dus dat ik te denken, hey, zal ik gewoon als ik weg ga voeren en dan een paar dagen later weer terugkomen? Dat is ook nog een optie, maar ja. Ik ga de volgende keer ergens anders zitten op dit water en ook zonder boot. Ik denk dat ik gewoon met mijn trolley hier echt gruwelijk ver moet lopen. Dat is een stuk makkelijker. Die vis zie toch vrij dicht langs de kanten, langs de Toulouse, dus met een dieper markenhengel. Nou, daar kom ik er wel, denk ik. Dus, maar goed, we hebben nog tijd zat. Het is nu 5 uur, ik ga even eten. 7 uur ga ik weer live op TikTok, of zo zeg ik het weer, op YouTube. Dat was hartstikke gezellig van de week. 2 uur zitten babbelen met iedereen. En waarom niet hoor, ik zit ook in mijn eentje, het was dus donker. Dus ik ga weer live. Want ik wou een video van gisteren uploaden. Maar die internet die is zo traag. Dat duurt echt uren, joh. Dat werkt voor gemeten. Dus dat doe ik lekker morgen thuis. Dus dat. Ik ga lekker mijn eten opeten. Afpakken, opeten. En dan zie ik jullie later wel. Joehoe. Ziet er wel gruwelijk uit, toch? Lijkt wel een schilderij. En zo gedraagt het zich ook. Helemaal niks, geen stootje. Hartstikke dood. Ja, jammer, want ik heb niet gruwelijk veel tijd meer, weet je. Anderhalf uur of zo. Dan moet ik echt gaan opruimen. Dat vind ik wel jammer, want die luchtdruk gaat vanmiddag dalen. En ja, als je op de app kijkt, dan zie je gewoon die luchtdruk is gewoon 1022. En precies vanmiddag gaat die heel mooi in een paar dagen tijd langzaam dalen. En dat zijn vaak hele goede momenten. Ja, en dan zit ik precies thuis als het gebeurt. Na 3 dagen bijna blenken, weet je. Dus dat is wel jammer. Maar goed, we hebben nog eventjes. Misschien is er nog een masseltje, toch? Vaker gebeurt en nog een visje zou wel fijn wezen. Puur om te bevestigen dat ze vanmiddag losgaan als ik weg ben. Even. Dus ja, ik vind het wel mooi hier hoor. Dag stekje. Doei. Veel plezier met je nieuwe vissers. Ja, ik ben alweer onderweg. Ik moet naar huis natuurlijk. Dus het is nu 9 uur 's ochtends en kwamen 2 auto's aanrijden. Die gasten, ik denk, kut, er zit iemand. En ik zeg, nou, jullie hebben geluk, ik ben aan het opruimen. Dus ik zeg, pak lekker uit en zet die auto's weg, weet je. En, een paar jonge gasten, die gaan gewoon lekker vissen. Die zijn nog helemaal aan de start van een avontuur. Hartstikke leuk. Dus het zit erop. Niks. Nou baal ik echt van die luchtdruk. Ik heb echt zo'n gevoel dat ik echt gewoon nu de dans ontspring. Gewoon, ja, echt. Slechte timing. Maar goed, ik denk dat ik moet naar huis en dan of morgenavond of zondagochtend. Het is nu zaterdagochtend. Dat ik dan weer terug ga. Want dan heb ik tot donderdag weer. Dus en dan is die luchtdruk een stuk interessanter, weet je. Dus ik geef de moed niet op. Ik kom lekker terug. Ik denk niet met de boot, want ik vind het altijd zo'n gedoe en je bent afhankelijk weer van een accu, weet je, en die accu is toch niet helemaal top. En het is een groot water, al lijkt het niet zo groot dit, weet je, maar er is om de hoek nog veel meer en dat kan ik nooit met één accu allemaal aan. En ik heb niet eens een accu, weet je, dus die leen ik al en dan moet ik er eigenlijk 2 hebben. Dus ik ga lekker met de trolley lopen, licht bepakt, houd je fit en scherp en dan kan ik misschien wel van hot naar her, weet je.
daar wat voeren, daar vissen. Ik een beetje actief, dichtgepakt. Dus dat gaan we doen. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken, voor de lives, want dat is echt super gezellig, voor het langskomen. En ik zie jullie, ik zit alweer hier als jullie dit zien, denk ik. Dus tot dan, joe!